hele goede morgen. Welkom bij deze cryptocurrency update van zaterdag 8 augustus. We hebben gisteren een aantal dingen besproken bij koerskijken met Elroy voor Bitcoin Magazine. En vooral de blauwe box was belangrijk. Hier ga ik vandaag verder op in. Dus laten we gelijk aftrappen. Goed. Wat wij kunnen zien op de 4 uur is dat wij dus niet die 11.600 wisten te houden als support. Maar dat we alsnog wel de blauwe box wisten te houden. En de reden waarom ik dus hier deze zone wil houden is zodat we dus nog een bullish divergentie konden vormen. Bijvoorbeeld. Dan had je hier een higher high en op de andere zijde had je een lower high. Maar. Er is nu een leuke maar. We hebben de blauwe box gehouden. Je ziet het hier. We hebben hier een candle en hier de candle. Je kan hem hier mooi doortrekken. Wat wij hier alsnog hebben, is dat we op de prijsactie een higher high maken. Ik zeg het weer, hè. Oh my god! Een higher low maken. En we hebben hier dus een higher low. En op de RSI maken we wel een lower low. En omdat we op de RSI een lower low maken en op de prijs een higher low, hebben we hier ook te maken met een hidden bullish divergentie. En dat is op het 2 uur tijdframe. Dus naar mijn idee is alsnog de kans groot dat we wel weer momenten kunnen gaan vinden om in ieder geval misschien wel weer de 11.900 of misschien toch wel 12k en beyond op te zoeken. Maar goed, ik heb al verteld gisteren in de video, zolang we boven de blauwe box zijn, blijf ik omhoog gericht, blijf ik naar boven. Wat ik hier wel voor belangrijk wil meegeven, is dat wij op de 30 minuten, ik zal deze even zo, op de 30 minuten zie je dat we hier deze zone, dus hier, maar ook hier. En dat kan nog wel even toe dus. Ik zal de arrowtjes even uitzetten. Dat wij dus een hidden bearish divergentie vormen. Hier maken we dus een lower high en hier op de andere zijde maken we een higher high. Dus het zou me niks verbazen en dat is heel smerig en heel smerig het weekend. We moeten gewoon rekening houden met fuckery, maar het zou me letterlijk niks verbazen dat we alsnog de blauwe box gaan breken. En dat we dan echt gewoon exact deze week gaan uitschakelen. Dat zou me niks verbazen en dat we vanaf dan alsnog omhoog gaan. Ik zie het liever niet zo, want we breken dan echt een beetje support area, key support, want het was hier resistance, hier resistance, hier resistance, hier support, hier resistance, hier resistance en nu support. Maar het kan allemaal. Maar goed, we moeten er gewoon rekening mee houden. In ieder geval wat ik denk dat kan gebeuren is dat we alsnog zo gaan. Dat is heel erg mogelijk. Alleen nogmaals, als je een long zou pakken, doe het in een blauwe box. Zet een strakkere SL en desnoods pak je hier weer een long. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat we alsnog dit gaan zien. Dus dat is ook een scenario waar je rekening mee moet houden. Of misschien een laddering, et cetera, et cetera. Dat is allemaal mogelijk. Dus nogmaals, qua telling wil ik er ook eventjes naar kijken. Want wat ik hier eigenlijk zie is een A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Dat is namelijk ook heel erg mogelijk. En dat betekent dat we eigenlijk nog niet klaar zijn. Kijk, dan hebben we hier 1, 2. Dit is 1, 2, 3, 4, 5. Dit is 3. Dit is een 4. Een 4 hier. Een beetje een kromme. En dan heb je hier weer 1, 2. Dan krijg je hier die 5. Wat ik al vertelde. En dat is dan door middel van een ABC. Dus dan heb je dit. A, B, C. Dat is namelijk ook heel goed mogelijk. Vanaf hier. Op basis van de trendbased. Zo. Zie je dat we dus die 1.95 extension hebben gehaald. En als het dus een extended flat is, zou het dus kunnen komen op deze 2, 1, 6 en 8. Oftewel de 11.229. Dat komt overeen niet met dit leveltje, maar met dit level.
op het moment, ja, dat is ook een sterke support, 11.250. Dus het zou me niks verbazen dat we die ook halen, maar dat hoeft natuurlijk niet. En dat we, hè, dat we dus even wat stoplosses pakken, omdat waarschijnlijk iedereen zijn stoplos onder die blauwe box staat. En dat we vanaf daar dan alsnog omhoog gaan. Dus, dat is wat ik wil meegeven. Nogmaals, het zou ook kunnen zijn dat we van de 4 al omhoog gaan. En dat natuurlijk nu al de hele politieagentie uitspeelt. Want de grotere tijdframes gaan natuurlijk altijd voor, zoals we weten. En hè, we hebben hem nu op de 2 uur. En als we hem op de 2 uur hebben, de stok wijst op 2 uur omhoog. Ja, grotere tijdframes gaan voor. Enkel dit was een optie voor het lagere tijdframe. Hoe ziet het er dan voor de rest voor het weekend uit? Nou ja, ik denk wel dat wij dus, hè, of we nou vanaf hier gaan of vanaf hier gaan, dat we wel weer die 11.800, 11.900 kunnen gaan opzoeken. En misschien dat we dus zelfs power genoeg gaan vinden om die 12.000 opnieuw aan te tikken. Vanaf daar verwacht ik wel weer een reactie. Maar dat we daarna alsnog support gaan vinden op 11.800 om daarna klaar te stomen voor move omhoog. Dat is hoe ik er nu naar kijk. Op het moment, hè, dan wordt alles vertraagd. Op het moment dat we dus vandaag wel naar hier vallen, dan verwacht ik wel dat we pas morgen de recovery gaan krijgen. Dus hè, we vannacht, vanavond druipen langzaam hier naartoe, misschien vanmiddag, en dat we dan een bounce gaan zien. En dat we pas vanavond weer hier zitten en dan pas weer langzaam omhoog klimmen. Dus het wordt een weekend met in ieder geval prijsactie. Zijwaarts of zijwaarts, net hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval, het is tradebaar. Vanaf hier zou ik het nog niet traden. Dat is natuurlijk helemaal up to you. Ja, zoals ik al vertelde, we hebben hier dus die Hidden Bearish Divergentie op 15 minuten en op de 30 minuten. En wat ik je ook nog wil laten zien is de Bitmax chart. Dit zou ook namelijk nog een hele mooie setup kunnen zijn. En het is hier een mooi triangle. Dat betekent dat we alsnog weer even gaan vallen naar de 11.462. En dat we dan vanaf daar alsnog omhoog gaan. Ik ga nog eventjes hier uittekenen in een fresh chart. Hoe die er dan uitziet. Dat is zo. Die is dan zo. Huppatee. En dan krijgen we hier weer een ABC. Dus dit is A, B, C. En dan bij 11.800 gaan we weer gereject worden. En het kan dan twee kanten op natuurlijk. Hè. Het kan dus naar boven uitbreken of naar boven uitbreken. Maar in ieder geval hier zou je dus weer prof kunnen pakken. Het zou dus zo kunnen gaan. Of het zou zo kunnen gaan. Want het is natuurlijk een symmetrisch triangle. Net hoe je hem wil noemen in ieder geval. Maar die kan twee kanten op uitbreken. Dus dat is ook iets wat ik wil meegeven waar ik naar kijk. En dat we dus nog een kleine afkoeling kunnen gaan krijgen. Weer naar de blauwe box. En dat de blauwe box al gigantisch opgekocht gaat worden. Zoals we hem hier hebben. En dan hebben we die B. En dan daarna maken we naar C. Dat is ook een mooie optie waar ik naar kijk dit weekend. En dan wil ik hem hierbij afsluiten. Ik wil het niet moeilijker maken dan het is. In ieder geval wens ik jullie weer een heel fijn weekend toe. Hoi hoi.